Arkadaşlar merhabalar. Online taalkursus Nederlands dil kursumuza hoş geldiniz. Jullie zijn van harte welkom voor onze taalkursus, online taalkursus Nederlands en Turks uitleg uiteraard. Vanavond gaan we over justitie hebben. Bu akşam özellikle adalet ve polis soruşturmasının adımlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Dediğimiz gibi inanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollanda'daki adalet sistemini ve mahkeme sürecinin nasıl işlediğini öğreniyoruz. Başlıyor. Hollanda'daki adalet sistemi ve mahkeme süreci nedir? U bent verdachte tot het tegendeel bewezen is. Aksi kanıtlanana kadar şüphelisiniz. Wat doet een rechter? Bir hakimin, mahkeme hakiminin, dava hakiminin görevi nedir? Veya görevleri nedir? De rechtercommissaris is een rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek dat onder leiding staat van de officier van justitie. De taak van de rechtercommissaris, het horen van getuigen, şahitlerin dinlenilmesi, het toestemming geven aan politie, OM, om bepaalde opsporingsmethoden in te zetten, zoals het tappen van telefoons, telefoon dinleme gibi, polise ve bununla birlikte savcıya bazı metotları kullanabilmeleri için izin vermek. Het beslissen of iemand in het kader van de voorlopige hechtenis langer mag worden vastgehouden, kişinin daha uzun süre tutulması gerektiğiyle ilgili karar vermesi gerekiyorsa, de rechtercommissaris kan dieper op uw persoonlijke situaties ingaan dan de politie. Zo kan de rechtercommissaris de reclassering vragen om een voorlichtingsrapport over de verdachte te maken en eventueel kan hij een psychiatrisch rapport vragen. Het kan zijn dat de verdachte voor dit laatste ter observatie moet worden opgenomen. Wat doet een officier van justitie? Savcının görevi nedir? Opsporing. De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. Yani kamuyu temsil etmektedir savcılar. Hij geeft leiding aan de politie tijdens het opsporingsonderzoek en zorgt dat dit zorgvuldig en volgens de regels gebeurt. Zo staat er bijvoorbeeld in de wet dat de officier van justitie toestemming moet vragen aan de rechtercommissaris wanneer hij de telefoon van een verdachte wil afluisteren of een woning wil doorzoeken. Vervolging. De officier van justitie kan voor lichte strafbare feiten zelf een straf opleggen. Bij verdenking van het plegen van een ernstig misdrijf wordt de verdachte door de officier van justitie gedagvaard om zich voor de strafrechter te verantwoorden. Seponeren. De officier van justitie kan ook besluiten om een zaak niet in behandeling te nemen of seponeren. Een reden hiervoor kan zijn dat er te weinig bewijs is tegen de verdachte. Strafzaak. In de rechtszaal treedt de officier van justitie op als aanklager. Hij vertelt aan het begin van de zitting waarvoor de verdachte terecht staat, ten lastelegging. De rechter stelt hierna vragen aan de verdachte en eventueel aan getuigen. De officier van justitie zegt vervolgens wat hij van de zaak vindt en welke straf hij eist. Advocaat. Advocaten versterken juridisch advies aan cliënten en handelen namens hen in gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de wet. Zij onderzoeken, interpreteren en bestuderen zaken om hun cliënten te kunnen vertegenwoordigen in uiteenlopende settings, zoals rechtbanken en raden van bestuur. Zij formuleren namens hun cliënten argumenten voor rechtszaken in verschillende contexten met het oog op te vinden van een juridische oplossing. En ik beroep me op mijn zwijgrecht.
Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Susma hakkımı, sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Zwijgrecht is geregeld in artikel 29 van het wetboek van strafvordering. Het artikel zegt daarvoor het volgende. In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft ene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. Een verdachte heeft dus het recht om de vragen van de politie, het OM of de rechter niet te beantwoorden. Wat is zwijgrecht? Een van de belangrijkste rechten die een verdachte tijdens het verhoor heeft, is het zwijgrecht. Het zwijgrecht vloeit voort uit het beginsel van een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Het zwijgrecht is wettelijk geregeld in het artikel 29 lid 1 strafrecht. In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft ene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden plicht. You have the right to remain silent, but anything you do say will be taken down and may be used in evidence against you. Sessiz kalma, susma hakkına sahipsiniz. Ancak söylediğiniz her şey kaydedilir ve aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. De fase voorafgaand aan de terechtzitting, mahkeme öncesi süreç. Aanhouding en verhoor. U bent aangehouden door de politie. U wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. Politie zal u op het politiebureau verhoren. Zij kan u daar 6 uur vasthouden. De nacht tussen 24 en 9 uur 's ochtends wordt daarbij niet meegeteld. Als u om 21 uur naar het politiebureau wordt gebracht voor verhoor, kan de politie u tot 12 uur 's middags de volgende dag aanhouden. Soms is 6 uur niet voldoende. De politie heeft dan meer tijd nodig om de feiten te onderzoeken. Een hulpofficier van justitie neemt de beslissing of u voor verder onderzoek moet blijven. Een hulpofficier is meestal een hoge politiefunctionaris. Voordat hij een beslissing neemt, zal hij u verhoren. Indien nodig, zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven. De politie kan u met dit bevel nog 3 keer 24 uur, inclusief de nacht, op het politiebureau houden. U krijgt een kopie van dit bevel van de hulpofficier van justitie. In verzekeringstelling is alleen mogelijk als het gaat om een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. In de wet staat welke feiten dat zijn, bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, drugsdelict, etc. Drugsdelict. Gözaltına alma işlemleri böyle. Wanneer is in verzekeringstelling mogelijk? Als het in belang van het onderzoek nodig is dat u langer op het politiebureau blijft voor verhoor. Als de beslissing is genomen door de hulpofficier van justitie. Als de hulpofficier van justitie u, voordat hij de beslissing nam, heeft verhoord, als voor het feit waarvan u wordt verdacht voorlopige hechtenis is toegestaan, bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, drugsdelict. Toetsing van inverzekeringstelling door de rechtercommissaris. Gözaltına alınma işleminin hakim tarafından kontrol edilmesi. Wanneer uiterlijk 3 dagen en 15 uur na de aanhouding wordt u naar de rechter, commissaris gebracht en door hem verhoord. Maximum 3 gün ve 15 saat sonra
Tutuklandıktan sonra en geç bu saat, bu süre içerisinde hakim karşısına çıkartılırsınız. Hij werkt voor de rechtbank. Hij bepaalt of u in verzekeringsstelling terecht is. Hij kan u ook een bewaring stellen. U kunt hem tijdens het verhoor vragen u vrij te laten. Hij zal dat doen als de inverzekeringsstelling onrechtmatig is. Advocaat. Na uw verzekeringsstelling wordt een advocaat aangewezen die u gratis rechtsbijstand zal verlenen. Dit is een onafhankelijk advocaat die op dat moment dienst of piket heeft. U kunt ook zelf een advocaat kiezen. Door uw gekozen advocaat gaat ook gratis rechtsbijstand verlenen. Uiteraard is dit afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het is handig om eerst met je advocaat te praten. Uw advocaat zal u helpen totdat de rechter uitspraak in uw zaak heeft gedaan. Denetimli serbestlik. Reclassering. Reclassering wordt door de politie gewaarschuwd als u in verzekering bent gesteld. Reclassering helpt mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Ze proberen vooral te zorgen dat iemand niet opnieuw een strafbaar feit pleegt. Ze bezoeken elke verdachte. U kunt met ze over je situatie praten. De reclassering maakt een plan van aanpak om je problemen te oplossen. Ze kunnen in een vroeg stadium informatie over uw persoonlijke situatie aan de officier van justitie geven. Deze informatie kan van belang zijn om te beoordelen of u langer mag worden vastgehouden. Wel of niet verlening van de inverzekeringsstelling maximum 3 dagen. Uw inverzekeringsstelling duurt maximum 3 dagen en 15 uur. In deze periode overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek nog langer moet worden vastgehouden. Hij kan een bevel geven voor maximum 3 keer 24 uur, 72 uur. U krijgt een kopie hiervan. Officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek niet moet worden vastgehouden. Hij kan een bevel geven voor uw invrijheidstelling. U bent vrij om naar huis te gaan. Officier van justitie vindt dat het onderzoek ver genoeg gevorderd om een beslissing te kunnen nemen over de verdere gang van zaken. U wordt dan aan hem voorgeleid. Beperkingen en rechten, sınırlamalar ve haklarınız. Indien nodig kan de politie bepaalde beperkingen opleggen. Bijvoorbeeld, u mag niet bellen. De politie heeft het recht om u te fouilleren. Verbieden om met bepaalde mensen contact te nemen. Bepaalde voorwerpen, kledingstukken kunnen tijdelijk worden afgenomen. De politie kan ook sommige dingen in beslag nemen. Als u in verzekering gesteld bent, u wordt gefotografeerd, uw vingerafdruk wordt genomen, bepaalde voorwerpen kunnen in beslag genomen worden. Wat zijn uw rechten tijdens de inverzekeringstelling? Maximum 3 dagen. U heeft recht op 2 keer per dag te luchten, buitenlucht, als het kan. U mag eten bestellen, zelf betalen. Advocaat. Onder bepaalde voorwaarden recht op inzage in de stukken. U heeft ook recht op advocaat. Als een vreemdeling in Nederland bent, u heeft recht om uw ambassade of consulaat in Nederland te informeren over uw arrestatie. Een consulaire vertegenwoordiger kan u bezoeken, als u dat wil en als het mag. Voorgeleiding bij de officier van justitie. Na afloop van de inverzekeringsstelling wordt u naar het bureau van de officier van justitie gebracht. Dat bureau heet het parket. Officier van justitie heeft uw dossier al van de politie ontvangen. Hij weet dus wat u zelf hebt verklaard in uw procesverbaal.
verklaringen van de getuigen, welke sporen zijn gevonden, de inhoud van het rapport van de reclasseringsambtenaar, of u al eerder in contact bent geweest met de politie of justitie. Als u wordt voorgeleid, zal de officier van justitie u vragen stellen over wat er precies is gebeurd. Na de voorgeleiding bij de officier van justitie. Officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U wordt dan in vrijheid gesteld. De vervolging, het onderzoek, kan wel verder gaan. Als de officier van justitie de zaak voor de rechter wil laten komen, dan krijgt u uw dagvaarding mee of ontvangt u deze thuis. De officier van justitie vindt dat u langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter vragen om een bevel tot bewaring af te geven. De rechter zal u vervolgens horen, eventueel met uw advocaat. U kunt dan vertellen wat u van de zaak vindt. Begin van de voorlopige hechtenis, de bewaring. Als de rechter-commissaris het verzoek van de officier van justitie toewijst, dan heeft hij een bevel tot bewaring. Hiermee begint uw voorlopige hechtenis. Meestal wordt u overgebracht naar een huis van bewaring. Het kan ook zijn dat u weer wordt teruggebracht naar het politiebureau. Dit heet preventief zitten. Bewaring duurt maximaal 14 dagen, kan niet verlengd worden. Bevel tot gevangenen gevangen houden. Na 14 dagen eindigt u in bewaringstelling. Als de officier van justitie vindt dat u in voorlopige hechtenis moet blijven, dan zal de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Ook de gevangenhouding is een onderdeel van uw voorlopige hechtenis. Bevel tot gevangenhouding. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 90 dagen. Als dit bevel voor kortere termijn wordt gegeven, kan het tot 90 dagen worden verlengd. Als de officier van justitie de rechtbank daarom vraagt. Het totaal van de dagen dat u hebt vastgezeten voor uw eventuele veroordeling heet voorarrest. Na veroordeling worden de dagen dat u in voorarrest hebt gezeten van uw straf afgetrokken. Beëindiging van de voorlopige hechtenis. Voorlopige hechtenis, bewaring plus gevangenhouding, kan tussentijds worden beëindigd. Dan bent u vrij. Als de voorlopige hechtenis wordt opgeheven, dan is uw vrijlating definitief. Als de voorlopige hechtenis wordt geschorst, komt u vrij onder bepaalde voorwaarden. Als u zich daar niet houdt, kunt u weer worden vastgezet. U kunt zelf vragen om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis. De rechtbank beslist op uw verzoek. Protesteren. U kunt tegen een bevel tot gevangenhouding of de verlenging daarvan een hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dat geldt ook voor de beslissing van de rechtbank om het verzoek tot opheffing of schorsing van de gevangenhouding af te wijzen. Hiervoor hebt u 3 dagen de tijd. U mag 1 keer in hoger beroep gaan. Als u dus het eerste bevel tot gevangenhouding hoger beroep hebt aangetekend, kunt u dat niet meer doen tegen een verlenging. Gerechtelijk vooronderzoek.
Soms heeft de officier van justitie voorafgaand aan het verzoek tot bewaring en vordering tot een gerechtelijk vooronderzoek gedaan. Hij kan dat ook tegelijk het verzoek tot bewaring doen. Het opsporingsonderzoek van de politie wordt dan voortgezet door de rechters. Tijdens dit gerechtelijk vooronderzoek kan de rechter getuigen horen, kan aan de politie of officier van justitie een aantal bevoegdheden geven in het kader van het onderzoek, het openmaken van post, het afluisteren van telefoongesprekken, doorzoeken van een woning. Rechter kan dieper op uw persoonlijke situatie ingaan dan de politie. Rechter kan de reclassering vragen een voorlichtingsrapport over u te maken. Hij kan ook psychiatrisch rapport vragen. Het kan zijn dat u daarom ter observatie moet worden opgenomen in een ziekenhuis of kliniek. U kunt zelf aan de rechter vragen of hij getuigen wil horen die uw verhaal kunnen bevestigen. Gerechtelijk onderzoek. Als de rechtercommissaris vindt dat het onderzoek klaar is, stuurt hij alle stukken naar de officier van justitie. De officier van justitie zal vervolgens moeten beslissen of hij de vervolging tegen u verder voortzet of niet. Wat betekent verdere vervolging dan? De officier van justitie wil uw zaak aan de rechter voorleggen. U krijgt in dit geval een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Wat betekent supponeren? De officier van justitie kan ook besluiten om uw zaak te supponeren. Hij ziet dan af van verdere vervolging. Uw zaak wordt dus niet aan de rechter voorgelegd. De politie en de officier van justitie bewaren de gegevens over uw zaak wel. Als u nog eens wordt aangehouden, worden deze gegevens erbij gehaald. Naar de rechter. Bent u inmiddels op vrije voeten gesteld, maar wordt uw zaak wel voortgezet, dan ontvangt u uw dagvaarding thuis. Waarvan wordt u verdacht? Zit u nog in voorarrest, dan ontvangt u uw dagvaarding in het huis van bewaring. Een dagvaarding is een soort brief waarin staat waarvan wordt u verdacht. Wanneer en waar moet je verschijnen voor de rechters? Als de rechtbank 2 keer een bevel tot gevangenhouding heeft verlengd en u hebt nog steeds geen dagvaarding ontvangen, dan moet u worden vrijgelaten. Het totale voorarrest kan maximum 110 dagen duren. 6 dagen in verzekeringstelling, 14 dagen in bewaring, 90 dagen gevangenhouding. Als de rechter heeft u veroordeeld, dan wordt u naar de gevangenis gebracht. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Soru, öneri ve görüşlerinizi YouTube Hollandaca Dil Kursu sayfamıza veya Facebook Dağ Köşesi Nederlands kanalımıza paylaşıyorsunuz. Thank you and see you next time and goodbye. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle arkadaşlar. Sağ olun.